Ze zijn er ook vandaag nog en op meerdere plekken in de stad. Je gaat naar binnen in de Meiportstraat en komt even later naar buiten in de Ooijpoortstraat. Doesburg vertelt over de rampzalige gebeurtenissen in november 1813 en wat winkelier Jan Harmsen toen op deze plek overkwam. Het is in Doesburg in die dagen stuivertje wisselen tussen Fransen, Kozakken en Pruisen.